Emotionele Mark de J houdt onschuld vol. En gewonden bij brand in Nieuwegein. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Moet tenniscoach Mark de J 18 jaar de cel in voor de moord op de Bilthovense zakenman Koen Everink? Voor die vraag staat de Utrechtse rechtbank de komende weken. Op de laatste dag van het proces kreeg de verdachte zelf het laatste woord. Ik heb dit echt niet gedaan. Ik zeg dat vandaag. Ik zei dat op 24 maart 2016 en ik zal dat blijven herhalen. Met de verklaring van Mark de J komt voorlopig een einde aan deze slepende rechtszaak. De verdachte liet daarbij voor het eerst zijn emoties zien. Vooral toen het ging over zijn gokverslaving. Dat het financieel uit de hand gelopen is, staat vast. Ik schaam me heel erg voor. Tegenover mijn familie, maar ook tegenover u. En met u bedoelt hij de rechter. Mark de J zegt dat hij op het moment van de moord door onbekende mannen werd vastgehouden. Maar volgens het OM klopt dat niet met de stappenteller op zijn telefoon. Die geeft aan dat hij toen heeft gelopen. De verdediging beweert dat het ding onbetrouwbaar is en zelfs registreert als je met je armen zwaait. Maar daar gelooft het OM niets van. Echter, volgens, als dat al zo zou zijn, volgens het scenario van verdachte zat hij stil achter in de auto en werd hij onder schot gehouden. Het is niet voorstelbaar dat verdachte in die situatie uitvoerig met zijn armen heeft gezwaaid. Advocaat Karels blijft erbij dat veel sporen in de zaak niet uitputtend genoeg zijn onderzocht. Zoals het scenario van meerdere daders die Mark de schuld in de schoenen hebben geschoven. Ook zouden de gokschulden van zijn cliënt geen echt motief zijn geweest. Uw rechtbank mag zich niet op het verkeerde been laten zetten door de framing van het Openbaar Ministerie. Het motief kan niet worden gevonden in de schulden. Op 3 maart 2016 was immers hoogstens een beperkt bedrag opeisbaar. Dat heeft, blijkt ook uit het contact tussen de heer Everink en Mark, bijvoorbeeld WhatsApp-contacten, niet geleid tot enige druk op Mark. De verdachte zelf bepleitte bij de rechtbank tot slot nogmaals zijn onschuld. Ik vraag uw rechtbank dan ook om mij vrij te spreken van alle ten laste gelegde feiten. Dank u. En over anderhalve maand, op 23 januari, dan weten we of de rechtbank het verhaal van tenniscoach Mark de J gelooft of niet. Want dan is de uitspraak. Bij een bedrijf in Nieuwegein is vanmiddag brand uitgebroken. En daarbij is iemand gewond geraakt. En dit is het bedrijf Ecolab aan de Brugwal. Het ontwikkelt onder meer schoonmaakproducten waar chemische middelen bij gebruikt worden. De brand zou zijn ontstaan bij het vermengen van stoffen en dat levert nogal wat rook op. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Onze adviseur gevaarlijke stoffen heeft metingen uitgevoerd hier achter mij in de wijk, in de rook. En zijn meters zijn niet uitgeslagen, er zijn geen verhoogde concentraties gemeten van stoffen. Ons advies blijft wel, sluit deur en raam en blijf uit de rook zolang u daar last van heeft. Een studentencomplex in het centrum van Utrecht is ontruimd nadat er het pand zwaar vuurwerk afging. De bewoners hebben nog geen idee wie het vuurwerk heeft afgestoken. Het is hetzelfde gebouw waar jaren geleden problemen waren tussen bewoners en de omstreden huurbaas Van Hooijdonk. Toen werd er boterzuur naar binnen gegooid en werden ramen ingegooid. Of het incident van vannacht daar iets mee te maken heeft met die huisbaas, dat is onduidelijk. De schade in het gebouw valt mee, maar de klap vannacht was enorm. Ik heb met een paar bewoners gesproken die vannacht ook buiten stonden en die zeggen erg geschrokken te zijn. Ze kennen de huurbaas Marcel van Hooijdonk en ze weten ook dat hij in het verleden voor problemen heeft gezorgd. Maar zeggen ze, we kunnen ons niet voorstellen dat dit nu het geval is geweest. Een van de bewoners zei van ja, misschien is het wel iets in de persoonlijke sfeer. De brandweer heeft het pand geventileerd en daarna konden de studenten weer naar binnen. De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor de moord op Jari Wessels. Hij werd afgelopen zomer doodgeschoten op de parkeerplaats van het station in Breukelen. De schutter wist te ontkomen. De man die is aangehouden mag voorlopig alleen met zijn advocaat praten. De dood van Anne Faber heeft veel indruk gemaakt. Ze is het afgelopen jaar het meest gegoogeld in Nederland. De 25-jarige Utrechtse vrouw werd in oktober na een vermissing van bijna 2 weken vermoord teruggevonden bij Zeewolde. Mogelijk is ze omgebracht door verdachte Michael P. Winkelcentrum De Hul in Wijk bij Duurstede is gekocht door de Lidl. De supermarktketen wil het verloederde centrum gaan opknappen. Er is jarenlang gepraat over de toekomst van het winkelgebied. De winkeliersvereniging is blij dat er nu duidelijkheid is.
De Utrechtse Geuzenwijk was voorheen een beruchte wijk met drugshandel, criminaliteit en vooral jongerenoverlast. Dat is allemaal een stuk minder, mede door een jongerenhuiskamer. Wij namen met twee bewoners een kijkje in de wijk. Al die junkies doorheen lopen, hier werd gestolen, werd gehandeld. Alles was hier, zeg maar, is gewoon een broeinest van criminelen, zeg ik het goed? Veel westelijke. Dat was de betonbuurt gewoon, berucht betonbuurt. Eind jaren 90 is de Geuzenwijk, in de volksmond betonbuurt genoemd, geen fijne plek om te wonen. Ik kan me nog herinneren dat als ik ging voetballen en ik schoot de bal met mijn jeugdvrienden in de bosjes, dat was achterin, dan moest ik heel rustig in die bosjes lopen, omdat er allemaal drugsnaalden lagen, gebruikte naalden. Het was heftig gewoon hier. Ik heb meegemaakt, dus ik heb het met mijn eigen ogen gezien, dat iemand hier stond met een revolver die aan het schieten was. Gewoon, die ging even testen. Rachid en Isa maken als pubers van dichtbij mee hoe hun buurt verloedert. Mensen waren echt bang. Als ze wat ouder zijn, besluiten ze dat het zo niet langer kan. Ze komen in actie en gaan met de jongeren in de buurt in gesprek. Als je ze continu alleen maar negatief bejegent, ja, dan gaan ze ook negatief zijn. En ik dacht van, laten we ze gewoon een stem geven. En ik was zelf ook nog in die tijd jongeren. Zij weten, de beste adviseur van jeugdaanpak is jeugd zelf. Ja, kijk, die jongens gaan die verhuizen van straat ergens anders naartoe. We zijn een groep vrienden, we hangen op straat. We wouden ergens een plaats waar we bij elkaar kunnen komen, dat de mensen geen last meer van ons hebben. En die plek wordt de jongerenhuiskamer. Een soort jeugdhonk waar jongeren uit de buurt terecht kunnen voor een bakje thee, maar ook voor huiswerkbegeleiding. De gemeente stelt een pand ter beschikking, want de aanpak van Rachid en Isa blijkt te werken. Nou, wij zagen de cijfers rond jongerenoverlast ontzettend dalen. Veel minder klachten. De politie zegt dat het veel rustiger was in de wijk. De betonbuurt is inmiddels een stuk veiliger en gezelliger. Toch maken Rachid en Isa zich zorgen, want de jongerenhuiskamer is inmiddels verdwenen. Er is geen pand meer voor. Als het clubhuis wegvalt, dan groeien er nieuwe mensen op. Met slechte invloed in de wijk. En dan kan de wijk weer terugvallen waar die eerst was. Met het clubhuis hebben wij controle in de wijk hier. Ja, vandaag is er ook een boek uitgekomen over de Geuzenwijk. En daarin lees je over de verbeteringen van de afgelopen jaren. Ja, wat vreemd gezicht vanmorgen rond de VU-bioscoop in Amersfoort. In lange gewaden, met maskers op en gewapend met lightsabers, komen Star Wars-fans samen voor de nieuwe film, want die is net uitgekomen. En dat levert allemaal bijzondere plaatjes op. Het hele gevoel van iedereen, de nostalgie en alles, dat is bijna onbeschrijfelijk. Ja, om natuurlijk de nieuwe film te zien. Ja, ik ben heel zenuwachtig op het moment, dus ik kan niet wachten tot hij gaat beginnen. Het zijn niet zomaar Star Wars fans die vanmorgen samenkomen in de bioscoop in Amersfoort. Er hangt een vreemd gevoel van saamhorigheid en spanning. Ook de bekende Amersfoortse podcastpriester en Star Wars fan Roderick van Heugen is van de partij. Ja, dit zijn gewoon zulke goede Star Wars fans. Want niet alleen zijn ze fan van Star Wars zelf, maar ook waar Star Wars een beetje voor staat. En je wil de balans in de wereld weer terugbrengen. Het goede doen en het leuke is, dit zijn allemaal mensen die zich verkleden als bad guys. Maar ze doen van alles voor ziekenhuizen, voor charity en zo. En dan zit het wachten erop. De zaal vult zich en het volgende hoofdstuk in de saga gaat eindelijk van start. Hoe was het? Ja, overweldigend. Echt, er gebeurt heel veel, dus ik moet hem echt de tweede keer gaan zien. Hoe was het om het hier met deze mensen allemaal hier te kijken? Nog veel beter. Want, ja, kijk, wij zijn allemaal vrienden van elkaar. We kennen elkaar natuurlijk allemaal heel lang via de club, via Dutch Garrison. Dus om dat samen te ervaren is extra speciaal. Ja, je merkt het gewoon enorm. De hele zaal gilt als er iets gebeurt. En het is zo bijzonder om dat met elkaar mee te maken. Ja, dat is echt de ultieme familie zo. Geslaagde première daar in Amersfoort. En dan krijgt u nog het weer. Vanavond gaat het lange tijd flink regenen. Gevolgd ook door winterse buien. En het koelt uiteindelijk af tot net boven het vriespunt. Morgen opnieuw af en toe een bui. En bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het dan maximaal 6 graden. Tot zover uw nieuws. Maar blijf kijken, want we gaan het zometeen hebben over bijzondere sterrenhemel. Vanavond boven onze provincie. Doe er met Robert. En het gaat economisch goed in de provincie Utrecht. Er komen veel ZZP'ers bij. Lin is er een van. En we praten over de moord op Koen Everink. En we hebben een bijzonder gerecht met onze Nicola. Hij gaat namelijk duif maken. Dat zometeen. Blijven kijken dus.